Hallo iedereen, ik ga vandaag een make-up tutorial maken. De meeste van jullie die vroegen of ik weer een video op wil nemen, wat ik dagelijks opdoe. Dat heb ik al, die vraag die krijg ik al heel lang. Maar omdat ik zulke erge acne had, vond ik het gewoon zo awkward om een video te maken, omdat ik gewoon helemaal onder de puisten zat. En dat zag er eigenlijk niet uit natuurlijk. Dus ja, als ik iets lelijk vind of vies vind, zijn het puisten. Ik vind het gewoon zo vreselijk, ik haat het gewoon en ik schaam me er echt dood voor. En zoals jullie zien heb ik nu helemaal niks meer. Dus mijn huid is nu echt super mooi. Alleen ik ben echt heel erg wit. Dus daarom draag ik nu gewoon make-up. Omdat ik niet zo wit meer ben. En dat ik er gewoon verzorgd en mooi uitzie. Dus ik ga vandaag aan jullie laten zien wat ik dagelijks opdoe. En de meeste make-up die ik heb is van Boozy Shop. Dat kan je, daar heb je ook een app van. Dat kan je gewoon via Boozy Shop bestellen. Het is echt super goede make-up. Ik ben er altijd heel erg tevreden over. En zoals de meeste van jullie weten is dat ik altijd naturel kleuren draag. Dus altijd bruin, goud, een beetje die tinten. Bij mij hoef je geen paars op te smeren of roze. Want ja, ik weet niet hoe het staat eigenlijk. Want ik doe het nooit omdat ik er gewoon niet van hou. Maar ja, ik vind naturel kleuren gewoon altijd het mooist. Alleen het enige wat nu minder is lipstift. Dat is bij mij gewoon minder. Want mijn lippen zijn heel erg kapot en open. Ik heb allemaal wondjes om mijn medicatie voor mijn huid. Dus ja, lipstift is bij mij altijd minder. Ik heb wel een bruine kleur die ik meestal gewoon over mijn vaseline heen doe. Of iets. Want ja, ik heb nu natuurlijk allemaal van die rode vlekjes in mijn lippen. En dat is ook gewoon super lelijk. Dus meestal doe ik het gewoon zo. Dus ik ga jullie laten zien wat ik vandaag op doe. En hoe ik het aan jullie ga laten zien. Ik ga niet bij alles uitleggen wat het is en hoe of wat. Ik vind dat zelf nooit zo leuk als mensen dat doen. Dus ik ga gewoon alles laten zien hoe ik het doe. Ik zet het eronder hoe het heet. En wat voor product het is. En dan doe ik er gewoon een muziekje bij. Zodat je gewoon lekker relaxed kan kijken. In plaats dat ik bij alles vertel. En ik vind dat altijd zo vermoeiend als mensen dat doen. Het is maar make-up, weet je. Je smeert het op en een hele uitleg erbij. Nee, ik hou er zelf nooit zo van. Dus ik doe het gewoon op mijn manier.
Zo, nou ik ben klaar. Dat was mijn make-up tutorial. En het is heel simpel, dus zo gedaan. Ik ben geen professional. Ik zie dit ook gewoon bij anderen en dan denk ik, oh ja, dat is wel leuk. En wat ik altijd onder mijn make-up doe, is gewoon slakkenslijm. En dat vind ik gewoon heel fris en dat is ook super goed voor je huid. En deze heb ik gewoon bij de Action gekocht. Daar heb je een potje slakkenslijm en dat is zo. En het ruikt heel lekker. Het ruikt gewoon naar aloe vera. Er zit ook aloe vera in. En ik vind dat gewoon fijn. Want met crème, omdat ik zo'n droge huid heb nu. Als ik dan crème opsmeer en ik ga dan wrijven, dan krijg ik allemaal velletjes. Terwijl ik mag mijn gezicht niet scrubben. Dus ik kan ook die velletjes niet weghalen, want dan lig ik helemaal open. En die slakkenslijm die droogt. Dus dat trekt gelijk in en dat droogt. Dus dat is voor mij gewoon veel beter om mijn make-up daar overheen te doen. Ja, en verder doe ik het gewoon altijd op mijn manier. Zoals ik altijd alles op mijn manier doe. En tuurlijk, er zullen mensen zijn die dan nu naar mij kijken en die zullen zeggen van hé, dat moet niet zo en dat moet anders. Maar ja, weet je, mij interesseert het eigenlijk niet zoveel hoe het moet eigenlijk, als het maar gewoon mooi is. Ik hoop dat jullie er wat van geleerd hebben en dat jullie het ook mooi vinden en dat jullie dit ook willen. En jullie weten nu ook gelijk hoe ik mijn make-up opdoe. En ik heb alles wat hier ligt, behalve, even denken, deze heb ik bij de Kruidvat. Deze heb ik gekregen van een vriendin, maar die is gewoon van MAC. Deze is wel echt heel oud. Die heb ik toen gestolen van mijn moeder. Toen ik jong was, maar ik heb hem gewoon nog steeds. Maar ik denk dat deze... I don't know. Ik ga even kijken waar die vandaan komt. Maar ik zet de naam natuurlijk. Ik heb de naam natuurlijk wel onder eronder gezet, hoe die heet. Dus jullie kunnen hem altijd op internet opzoeken. Deze kwasten komen gewoon van de HEMA. Deze. En deze kwast komt ook van Boozy Shop. En de rest komt alles gewoon van Boozy Shop. Oh ja. En deze heb ik ook gekregen. De spray, die is ook van MAC. Maar dat kan je gewoon allemaal halen bij de Bijenkorf en zo. Dus ja, dat is gewoon heel simpel. En de rest komt alles gewoon bij Boozy Shop vandaan. Ik had ook super veel vragen naar mijn bruiningscreme. Die heb ik nu alleen niet opgedaan. Die doe ik op als ik geen make-up op doe. Die is van Lancaster. Dat is deze. Het is nummer 2. En ik had zoveel reacties, zoveel vragen hiernaar. En dit is hem, de enige echte. En die is echt mega chill voor als je even geen zin hebt in make-ups meer. Die op je gezicht ben je een beetje bruin. Je wordt er ook nog eens bruin van door de zon. Dus je bent nooit meer een bleekscheet. En ik lijk echt op Sneeuwwitje met dat zwarte haar en dan dat witte. Ziet er echt niet uit. Ja, en dat doe ik op. Ik heb altijd dezelfde spullen, dezelfde dingen. Ik heb altijd dit. Ook als ik, ja, eigenlijk ook als ik uitga of wegga, doe ik ook gewoon altijd dit. Ik hou gewoon van deze kleuren en ik ben er gewoon gek op. Nou, laat allemaal even weten wat jullie van mijn video vonden. Tips vind ik altijd leuk. Hoe ik het beter kan doen of wat dan ook vind ik altijd leuk. Reacties, vragen, zet het allemaal onder mijn video. Ik probeer de vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Zet de vragen niet op mijn Instagram of op mijn Facebook. Want ja, ik krijg zoveel reacties daarop. En zoveel vragen. Als ik dat allemaal moet gaan beantwoorden, dan ben ik de hele dag taak kwijt. Dus zet het gewoon onder mijn video op YouTube. Dan kan ik het gewoon beantwoorden. En als iemand dezelfde vraag heeft als jou, dan ziet hij gelijk het antwoord staan. Nou, alle duimpjes omhoog. En ik zie jullie bij mijn nieuwe video. Doei!